eigenlijk hoeft er maar een inimini stukje vanaf. Ja, dat is ook echt iets wat ik geleerd heb. Want ik deel altijd een centimeter en dan gaat hij toch wel bladeren. En dat is toch niet... Ja, dus een Nederlandse sigaar? Het is een Nederlandse sigaar. Een warme groet vanuit Amsterdam Centrum. Wij zijn onderweg naar de beroemde sigarenwinkel Hyenius aan het Rokin. Prachtige Art Deco pand. We hebben daar een afspraak met Iris, master blender. En krijgen een rondleiding door de zaak daar. En wat wetenswaardigheden, wat is de duurste sigaar? Hoe moet je een sigaar knippen? Hoe moet je hem roken? Gewoon wat informatie over alles wat bij een sigaar roken komt kijken. We zijn vandaag onderweg in een Porsche Boxster van de Hertz Dream Collection. Een zwarte cabriolet, ik ben mijn zonnebril vergeten, dus ik kijk een beetje tegen de zon in. Die kunt u overigens ook een weekendje winnen, of eigenlijk één dagje in een weekend. Die geven wij dan ook weg. Als u natuurlijk een leuke reactie onder deze video achterlaat, abonneert even en ook nog even een like onder de video doet. Dan kunt u 24 uur deze auto winnen, of met uw geliefde een dagje door heel Nederland rijden in een prachtige Porsche. Maar nu eerst gaan we naar het Rokin, naar Hyenius, om een lekker sigaartje te roken. Nou, Iris Hols, goedemiddag. Goedemiddag, van Hyenius. Welkom. We staan gelijk hier voor jullie beroemde pand eigenlijk aan het Rokin. Dit is eigenlijk het tweede pand van Hyenius. Ja. Dus eigenlijk zaten we eerst op de Dam. Nou ja, ik leefde toen nog niet, maar Hyenius. Nee. En dit pand is omdat de vernieuwing van de stad moest komen en de tram van de Dam naar het Rokin moest en het pand te veel uitstak. Ja. Moest die afgebroken worden en daardoor moesten ze een nieuwe locatie zoeken. En het waren dus eerst 3 houten huizen, die hebben ze gesloopt. Ja. En daar hebben ze dit van opgebouwd. We komen nu gelijk in de ruimte. Ja, hier gebeurt het. De meeste gasten komen die even een sigaartje willen aanschaffen. Ja, ja. Het voorste gedeelte was ook vroeger echt het winkelgedeelte. Ja. Het achterste gedeelte, dat waren kantoren en daar stond het magazijn. Die potten die je ziet, die middelste potten die beschilderd zijn, die zijn dus speciaal naar China gestuurd om daar te laten beschilderen. Die andere potten, daar werd dan tabak in gedaan, zodat mensen, die hadden ieder hun eigen recept en dat werd voor hun samengesteld. Verder, die kroonluchters? Die zijn dus zo'n 160 jaar oud. Ja. Die begonnen eerst als gaslampjes en uiteindelijk zijn dat dus normale lampen geworden. Er zit natuurlijk ook heel veel marmer in het pand verwerkt, Iris. En je had het over een leuke anekdote. Waar zit nou het duurste stukje marmer in dit pand? En als u het pand bezoekt, zult u het niet zo eindig niet vinden. Maar zullen we die giveaway maar doen aan ze? Ja, dat gaan we zeker doen. Het duurste stukje marmer, en dat zou je niet verwachten eigenlijk, omdat het een klein detail is. Hier zijn een paar platen, maar om één zo'n plaat te maken, omdat marmer dus de eigenschap heeft dat het verspringt, heb je er 100 nodig om één goede te krijgen. Daarom is dat het duurste stukje. Eigenlijk het kleinste stukje, dus het duurste stukje. Ja. Maar ja, we zijn hier voor sigaren, dus even genoeg daarover. Jullie hebben hier ook het eigen merk. Natuurlijk heel veel bekende merken, die zullen zo nog even langslopen. En natuurlijk ook een afdeling, mag ik dat zeggen, pijproken eigenlijk. Ja, daar zeker. Ben jij master blender in. Ja, ja, ja. En dat zit daar? Dat zit deze kant op. Dus we hebben hier onze pijpwand met de merken daar bovenin. Natuurlijk is het zo dat een pijp is ook een accessoire. Ja. Dus men vraagt heel vaak waar moet je op letten. Dan kunnen wij zeggen van nou oké, met of zonder filter, een rechte of een kromme pijp. Maar in principe gaat het erom wat jij mooi vindt. Ja. En ook hoe de pijptabak brandt. Dus als jij een wat fijnere pijptabak hebt, heb je een wat dikkere wand nodig. Is dat in opmars, is dat een beetje gelijk gebleven? Want je ziet natuurlijk veel mensen sigaren roken. De helft weet er helemaal niet waar het over gaat. Maar hoe is dat met pijpen? Met pijpen roken is het zo dat het altijd gek genoeg een beetje constant blijft. Okay. Dus er zijn niet enorme pieken, er zijn ook niet enorme dalen. Nee. Het heeft natuurlijk wel geholpen dat bepaalde subculturen, hipster, mensen die van wat alternatieve dingen houden, die vinden dan een pijp dan toch ook wel weer aantrekkelijk. Ja. Dus ja, dat soort rages die helpen wel mee. Nou, uiteraard de ouderwetse pijproker die komt ook gewoon. Ja. Dus, maar het is een beetje constant eigenlijk. Het is altijd een beetje constant. En wat wij laten zien, het verschil is iets. Ja, want je hebt natuurlijk
een dikke wand, een dunne wand. Je kan het zo gek niet maken, maar ik ga even een voorbeeldje laten zien. Tussen deze twee. De dikke en de dunne wand. De dikke en de dunne. Dat weet ik als leek nog wel. Ja, want wat krijg je als je hier een tabak in doet die snel brandt? Dan wordt dit hartstikke heet en het blijft wel een natuurproduct. Ja. Dus hout zet uit en het krimpt in. Ja. Met deze kan dat dus veel beter. Ja, dus, die is gewoon dikker, die kan meer aan, zeg maar. Ja. Okay. Dus eigenlijk, het hangt ervan af welke tabak je rookt. Ja. Welke pijp je qua dikte van de wand dus het beste bij jou past. Nou, dat waren nog even wat wetenswaardigheden over pijproken, maar we komen hier eigenlijk voor sigaren. Dus het humidor, het grote humidor staat daar volgens mij achter. Ja, dan daar lopen komen we dus nu een enorm humidor in. Humidor, ik zeg het weer verkeerd, humidor, maar het is humidor, hè? We hebben dat gelijk ook geleerd. Ja. Dus de temperatuur en de vochtigheidsgraad zijn hier heel belangrijk. Kan je daar iets over vertellen? Ja, alle sigaren die hier liggen worden geproduceerd in het Caribisch gebied. En daar is het over het algemeen 70-75% luchtvochtigheid. Dus dat streven wij hierna. Ja. Dus je kan ook, we hebben hier een hygrometer en die meet ieder moment van de dag. Hoe de luchtvochtigheid is en als het te droog is, wordt er weer wat bijgespoten en als het goed is, dan gebeurt er niks. De Nederlandse sigaren worden in Nederland geproduceerd met Indonesische tabak. Ja. En omdat ze in Nederland worden geproduceerd, kunnen ze ook op dit klimaat bewaard worden. Daarom worden die buiten bewaard en de sigaren die in het Caribisch gebied worden gemaakt, die worden hier bewaard. En je had er iets over de bladeren, hè? Hoe wordt een sigaar gerold uit één blad? Uit een... Ja, want wat is het verschil tussen een short filler en een long filler? Precies. De short filler, dat zijn met name de Nederlandse sigaren. Die worden gehakt in de binnenkant. Ja. En een long filler, dus bijna alles wat hier ligt, die worden met hele bladeren gerold. Ja. Dan hebben we hier wat tabak. Nou is deze worden gebruikt om dekbladeren om sigaren op te dekken met dekblad. Ze zijn nog net niet goed genoeg op vocht om mee te rollen, maar wel vochtig genoeg dat ze zeg maar goed bewaard kunnen worden. Maar in een Nederlandse sigaar heb je soms Java, een beetje Brazil, een beetje Cuba om het wat zwoeng te geven. Ja. Maar van die Indonesische tabak heb je allemaal verschillende velden weer. Dus dan kan het soms zo zijn dat jij 30 verschillende soorten tabak in één sigaar hebt. Omdat in de Nederlandse sigaar hebben we het dan over. Ja. Okay. Toevallig sta jij nu ook nog bij de duurste sigaar in de winkel. Ja. Altijd even leuk natuurlijk om te weten. De Davidoff Oro. Nou, dat merk ken ik natuurlijk al jaren. Maar je krijgt hier ook nog een heel speciaal doosje bij, zie ik hier. Het is €450 overigens, mensen. Heb je natuurlijk wel iets unieks. Ook een beetje marketing, denk ik, van het merk. Kan je iets erover vertellen? Ja, de kwaliteitscontrole van dit merk is altijd erg goed. En de tabakken die erin zitten, die zijn heel veel jaren gerijpt. Ja. Dus dat maakt het extra speciaal. Nou, alle bekende merken zijn natuurlijk aanwezig hier. En vooral ook een aantal hele mooie gelimiteerde versies. Dan moet je echt een keer naar de winkel komen, want ja, het is toch een soort sigarenwalhalla hier. Dus op naar het Rockin. Dit zijn dus de private lockers, zeg maar. Daar zit een humidor automatisch al in. Of moet je er een humidor bij kopen of wat je erin zet? Deze zitten eigenlijk vast aan de klimaatkamer. Dus deze zijn allemaal geacclimatiseerd op de juiste luchtvochtigheid. Kijk, we zien hier bijvoorbeeld Hans Wiegel, die kent hem niet. Een oud VVD-corriveer. Herman de Blijker, de beroemde kok. Matthijs van Heiningen, de beroemde regisseur. Guus Hindink, de beroemde coach. Nou, noem het maar op hier. Zadelhof, Cor van Zadelhof, waar wij zelfs het pand van huren van Pure Luxe aan het Dijsselhofplantsoen. Ook door een hele bekende man, als je hem ziet, heeft hij altijd een sigaar in zijn mond. Nou, we hebben hier diverse accessoires. Uiteraard, voor het roken heb je een asbak nodig en een humidor. Daar begint het eigenlijk mee, als je ze goed wilt bewaren. We hebben een kleine selectie humidors, zoals je kunt zien. Waar begint een humidor ongeveer mee? Dat je, als je zegt, ik ga nu echt aan de sigaren thuis, ik wil een beetje beginnen, waar heb je het dan over? In principe gaan ze hier vanaf €100. Maar dan heb je een simpele kist die de sigaren vochtig houdt. Ja. Wil je iets wat mooi bij je interieur past, net iets betere kwaliteit, goede scharniertjes, het sluit goed af, dan kom je toch rond de €300, €400, €500. Ja, ja, ja. Maar vind ik ook wel bij zo'n
sigaren roken passen. Je gaat niet goedkoop even beginnen, dat is niks. We gaan zo naar de rookkamer over en dan gaan we nog een heel mooi humidor zien. Dus dat komt goed. Nou, kom binnen in de herenkamer. De herenkamer, het zegt het al. Hè? Vrij belangrijke heren hebben we gelijk aan de muur hangen, Iris. Kan je daar iets over vertellen? Want iedereen denkt dat Hyenius natuurlijk Hyenius is. Maar het is al vrij snel overgenomen. Door de familie Nijman. Familie Nijman, mensen. Dat weten volgens mij niet extreem veel mensen. Nee, dat is eigenlijk al in 1800, midden eind 1800, is de familie Nijman samen met Hyenius een vennootschap aangegaan. En uiteindelijk is Hyenius vertrokken en heeft de familie Nijman het voortgezet. En dan hebben we rechts vader, links zoon. Ja. En dan zijn er nog een paar andere heren van latere tijden die helaas geen schilderij hebben gekregen. Nee. We spraken al over dit pand als tweede pand, maar het eerste pand stond op de Dam. En dat is deze. Hier, daar was meneer Hyenius nog bij betrokken. Daar was Hyenius nog bij betrokken, ja. En de kassa is ook uit zijn winkel? Ja, of? En die hebben ze nog tot, wat zal het zijn? Ja, vrij lang nog in, gebruik gehouden. 50, 60 jaren misschien in gebruik gehad. Ja. Nou, dan gaan we denk ik toch even zitten. Dan ga jij even vertellen hoe ik nou met een sigaar moet omgaan. Ja. We gaan hem ook even roken, knippen en alles. Nou, dit is eigenlijk de kers op de taart als je het hebt over klimaatkastjes, over humidors. Het is helemaal gemaakt van parelmoer, oranje parelmoer. Dan hebben wij voor vandaag, zoals ik al eerder vertelde, je hebt shortfillers en non-fillers. Dus we gaan van beide één proberen. Ja. Te beginnen met de shortfiller, want dat is makkelijker om te roken. Ja. We hebben een longfiller. Dus dit is eigenlijk de gehakte bladeren eigenlijk. Ja, juist. Klinkt toch wat minder chic, maar we gaan hem proberen. Ja. En de longfiller. En die zijn met hele bladeren. En deze heeft geen sigarenbandje. Die bestaan ook gewoon zonder sigarenbandje. Ja, zeker. Ja. Ja. Je ziet dus een lijntje lopen van dat hoedje. Ja. Meer hoeft er niet af. Is mij wel eens verteld dat het een centimeter moest zijn, maar dat is ook weer gewoon een broodje centimeter, aap, als je dat doet, dan gaat het hele dekblad eraf en dan kan je sigaren. Je moet het eigenlijk komen. Veel korter doen, hè, joh. Ja. Je moet eigenlijk naar het hoedje kijken, naar het randje inderdaad. Ja, ik zie het nu ook. Ja. Dan ga ik hem niet knippen, dat ga je zelf doen. Ja. Maar ik ga het wel even laten zien. Dus je kan een beetje kijken erdoorheen en dan kan je hem richten. Van nou, meer dan dit hoeft er eigenlijk niet af. En dan kan je hem er zo tak doorheen halen. Het hele kleine hoedje, dus een beetje zo. Juist. Ja. Bam. Dit is hem. Dat is hem. Ja. En dan laten we het bandje, het sigarenbandje, laten we er in principe aan. Want jij hebt me verteld dat als je bijvoorbeeld net gekookt hebt en je gaat na het eten een sigaar roken en je hebt knoflook gesneden of chilies. Tabak dan is heel gevoelig. Dan wil je natuurlijk nooit dat dat aan je sigaar komt. Dus het is ook weer een broodje aan dat je dat sigarenbandje eraf moet halen. Want dan kan je gewoon laten zitten ter protectie van je vingers of van je handen eigenlijk. Ja, daar diende het vroeger natuurlijk voor. We zijn nu een heel stuk hygiënischer ten opzichte van 1800. De bekende Dupont ook weer hier. Dit is een vrij speciaal, dit? Ja, zeker. Je kan dus kiezen tussen een gele vlam en als je hem omhoog duwt, een spuitvlam, een toortsvlam. Wat is het aantal bevelen? Je zet gewoon gas gebruiken. Sta je buiten, dan kan je misschien meer. Dit is sowieso op gas. Alleen ik zou de gele vlam aanraden, omdat je dan met de toortsvlam verschroei je de tabak een beetje al. Okay. En dat heeft ook weer invloed op hoe die smaakt. Nou, in principe is het dus zo dat je hem boven de vlam houdt, daar is het heetste, en je rolt hem langzaam in de ronde. En hierna knip je hem? Hierna knip je hem officieel. Ja, dat is zeg maar de sigarenetiketten, hoe het hoort, maar kan ook anders. Ik geef deze eer mee van jou, dat jij deze nog even knipt. Ja, dus eigenlijk hoeft er maar een inimini stukje vanaf. Ja. Dat is ook echt iets wat ik geleerd heb, want ik deed altijd een centimeter en dan gaat hij toch wel bladeren en dat is toch niet. Ja, dus het is een Nederlandse sigaar. Het is een Nederlandse sigaar. Niet in een leren pong geknipt. Dat doen ook nog veel mensen nu. Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb het eigenlijk pas relatief kort geleden ontdekt, maar ik zeker op het eind van de avond op het dakterras met een lekker glaasje natuurlijk. Trouwens, over dat glaasje gesproken, ik krijg nu al een beetje dorst. Maar we zullen zo direct nog eens even een lekker bubbeltje samen drinken, als je dat ook leuk vindt. Ja,
je moet ze wel even proeven natuurlijk, want dan proef je het verschil ook. Dus deze gaan we nu ook weer... Ja, en wil jij deze keer... Dus we gaan die ook een beetje... Als je wil, kan je die andere vlam proberen. Dan zie je ook hoe dat werkt. Gewoon puur voor het idee. Ja, je hebt het idee dat je deze makkelijker... Je kan iets verder ervan afhouden. Ja. Dat is al goed. Ja. Ja, je kan natuurlijk nu, omdat die al geknipt is, kan je wat sneller er even aan trekken, zeg maar. Ja, maar dat is niet eens nodig, hoor. Als je deze herhaalt en hij gloeit helemaal rood op wanneer je er tegenaan blaast, is het ook goed. Nou, die is wel bijna rond. Uiteindelijk krijg je toch nu alweer een beetje een droge bek van, mag je eigenlijk nog zeggen. Nog een keer. Droge mond van, ja. Ik ga even een flesje halen, vind je het goed? Nou, we hebben een heerlijk flesje champagne gehaald. Een Colette Art Deco. Hoe toepasselijk in dit pand is dat? Hè? Ik heb dat nooit gesabreerd binnen in een pand overigens. En zeker niet in de herenkamer van Hyenius natuurlijk. Dat komt natuurlijk niet zomaar voor. Ik moet het even ontdoen van dit metalen gedeelte. Weet je dat de kurk bij dat ding blijft zo. Dan gaan we de naad opzoeken nogmaals. De naad die zit hier. Oei, nou dat wordt spannend hoor. En dan is het de vorige keer vrij snel gegaan. Ik hou hem een beetje laag. Ah! Oeh. Nou jongens. Waar is die gebleven? Hoppakee, het is weer gelukt. Nou. Hij is ietsje onder de hals, maar normaal. Gedoopt. We hebben een glaasje. Kijk eens even hoe. Ik vond het hartstikke leuk deze rondleiding te hebben. We zitten een beetje onder, maar het is ook wel een beetje geestig. Nog nooit gebeurd in deze kamer, dus er is weer een mooie anekdote bijgekomen. Mag ik ontzettend bedanken voor deze mooie rondleiding. Graag gedaan. En gaat allen naar het Rokin. Santé. Santé.